Deze drie mannen worden gezocht omdat de politie denkt dat ze een jongen bij een pinautomaat in Veghel hebben beroofd. Ze sloten de jongen in, zodat hij geen kant meer op kon. En ze dwongen hem het hoogste bedrag te pinnen. En weg waren ze weer. Het zou dus gaan om deze drie getinte mannen. Eén met zwart haar, een geel shirt en een bruin leren jek. De middelste met een petje en een lichtblauwe broek. En de laatste draagt een schoudertas. Wie zijn dit?